Goedemiddag, welkom bij Voetballerina TV. Vandaag bespreken we de wedstrijd SSS Vrouwen 2 en SO Vrouwen 1. Vandaag zijn de rollen ook omgedraaid, want dit is de eerste competitiewedstrijd sinds een jaar weer. Wat vond je ervan? Ja, leuk. Wel spannend natuurlijk. En na een jaar terug te zijn is het toch wel even spannend om de duels aan te gaan. En de angst dat je toch weer die kruisband afscheurt. Maar ontzettend genoten. Het was een pittige wedstrijd. Ja, 3-3 ook. Dus het was hard werken. Maar ik ben blij dat ik wel mijn steentje even heb kunnen bijdragen. Om het zo te zeggen. Ja. Wie hebben de doelpunten gescoord? Vandaag was de eerste van, even kijken hoor, Debbie volgens mij. Daarna hadden we een doelpunt van Kim! Ja, Kim! Dat was een heel mooi doelpunt van Kim. Die maakte weer een slalomactie net als de vorige keer en scoorde daaruit. En het laatste doelpuntje was van de Milena. Haar eerste doelpunt als speelster in het veld. Dus dat was wel heel leuk. Belangrijke doelpunten ook. Ja. Waren er ook nog verbeterpunten voor het team? Zeker, ja. Ik denk het druk blijven zetten. Wij hebben een vlag in de wedstrijd dat wij heel goed als team druk gaan zetten. En er zijn ook momenten dat we dan opeens niet doen. En ik denk dat we dat echt standvastig moeten vasthouden om zo echt wedstrijden kunnen gaan winnen. Ja. Nou, was er ook nog een klein hoogtepunt, minpunt aan de wedstrijd? Dat was denk ik wel de soort van rode kaart voor een van de speelsters. Ja, dat was, toen liep de wedstrijd een beetje uit de hand. Het was van beide kanten een beetje trekken, een schouderduwtje hier, trapje daar. En op een gegeven moment trok de scheids de kaarten die hij niet bij zich had, maar wel deed dat hij bij zich had, trok hij. En zei hij, ja, ga het veld maar uit. Dus dat was wel eventjes een dingetje. Maar we hebben ons daarna super goed herpakt. Met 10 tegen 11 en toch de 3-3 kunnen vasthouden, zodat we met dat punt naar huis kunnen gaan. Dus dat is wel dat is fijn, ja. Zeker. Ja. Oké, nou ja. Wie vind je de vrouw van de wedstrijd? Vrouw van de wedstrijd vind ik lastig. Ik denk dat we met z'n allen voor de win of voor het gelijk spel hebben gevochten. En ik moet dan even nadenken. Ik denk dat vandaag, ja. Sanne zou ik toch wel weer, die had een paar goede reddingen, maar Milena daarentegen, die stond echt te vechten voor de leven, om het zo maar te zeggen. En Jacques met haar assist, ja, het is wel moeilijk, ik ga het niet kiezen. Nee, er waren echt een aantal goed bezig, ja. Ja. Nou ja, hartelijk bedankt. Ja, alsjeblieft. Dit was van Voetballerina TV. En fijne dag verder.